achter noemen ze dit een off day? Nou, in het begin niet. De eerste 10 minuten hebben we 3 beste kansen gehad, denk ik. 1 keer buitenspel, Sargon teruggevlaagd. 1 keer wel of geen goal, kon ik niet zien. En de terugspeelbal, en die schieten we niet eens op doel. Waarbij ik me wel afvraag of je 9 meter 15 kunt overbruggen in minder dan 1 seconde. Daarna komen we, of in die fase komen we ook achter. Hè. Dus kans voor hun, goal. 3 kansen voor ons, geen goal. En daarna, naarmate de eerste helft vorderde, speelden we steeds moeizamer. Tweede helft getracht met wat wissels het om te zetten. Nou, bij momenten wel wat druk op de bal kunnen krijgen. Niet heel veel kansen af kunnen dwingen. En in omschakeling hun 2, 3 hele grote kansen. Tegen deze ploeg, goed voetballende, positioneel goed voetballende ploeg. Veel technische vaardigheid, veel goede spelers voorin. Ja, moet je compact zijn en mag je niet achterkomen. Vooral met die Dervis ook, Lou, hadden jullie moeite, zag ik. Ja, nummer 7, nummer 9 en nummer 11 wel, vond ik alle 3. En liet hun nummer 8 naar de zijkant uitzakken. Daar hadden we de druk ook in eerste instantie niet goed op. Dat ging de tweede helft allemaal wel wat beter. Maar ja, de oorzaak ligt denk ik in het naïef achterkomen bij de eerste goal. Slechte omschaan, balverlies en dan staan we 2 keer aan de buitenkant en lopen we 1 keer niet mee. En dan is het ineens 1-0 achter. De 2-0 geven we weg. En dan is deze ploeg, zeker als je meer ruimte gaat geven, is goed genoeg om dit uit te spelen. Dus compliment aan hun. Hun hebben gewoon terecht gewonnen. En mijn jongens hebben er in mijn ogen veel energie in gestoken, maar het was vandaag gewoon niet goed genoeg. Ook nog 2 wissels hè, bij rust. Smit die erin komt en Reinders. Maar dat mag ook niet baten. Nee, maar ja goed. Je wil die jongens kansen bieden. En bij 0-2 achter lag die kans daar. En Derian had 1 of 2 goede diepe loopacties. Als hij iets meer gelukkig krijgt hij de bal mee. Vincent had 1 of 2 goede acties. Ook onvoldoende. Maar ja goed, die jongens komen in een team wat niet lekker draait. Dus dat is voor de jongens ook moeilijk. En voor ons was het in ieder geval een wedstrijd waarin we dit soort jongens eens een keer aan het werk hebben kunnen zien. Liever doe je dat niet. Hè? Liever sta je voor of in ieder geval gelijk. Hè? Waardoor je dit soort wissels nog niet hoeft te doen. Maar we wilden ook wat forceren. We wilden wat energie brengen. Ja, de eerste 20 minuten na rust vond ik dat wel. Daarna zakt het geloof een beetje weg. Nou, dan probeer je 15 minuten, 10 minuten voor tijd nog met Koos voorop even te kijken of er wat te prikken valt. Maar als je dan uit een stilstaande situatie een goal tegen krijgt, dan is dat jammer. En dan is het alleen nog heel positief voor Gerwin Reinders zijn debuut maakt in de competitie. Die heeft een aantal weken in oefenwedstrijden het heel goed gedaan. En omdat we met Koos nog een keer wouden schuiven, hebben we hem de laatste 10 minuten zijn debuut gegund.